ben bijna 2 jaar ziek geweest, een non-Hodgkin-lymfoma. En op basis van wat ik daar meegemaakt heb, heb ik eigenlijk het idee gekregen om een reeks te maken over kanker. Ik denk op het eerste gezicht aan Hodgkin. Dit is helemaal het DNA van één. Het is gedurfd en tegelijkertijd is het een onderwerp brengen en bespreekbaar maken. We maken het allemaal mee en toch kunnen we er niet zo goed over praten. Nee, de mens heeft zich vergist, dat is al. Dat is nu helemaal het leven. Zoveel bochten. We kunnen alleen maar meegaan. En hopen op het beste. Hè. Voornamelijk grappig en pakkend tegelijkertijd. Ik vind dat humor altijd krachtig is om de zaken zo wat in balans te brengen. Ik ga dit weekend naar de tietenparty van een vriendin van mij die borstkanker overwonnen heeft. Toen ik mijn eerste bestraling moest krijgen, zeggen ze van ja, volg gewoon de bewegwijzering, de bordjesbestraling. Maar dan denkt er zo'n bordje radiotherapie. Met een koeien van letters eronder, mortuarium. Ik heb als voorbereiding op die rol gesproken met heel wat patiënten. En een van die patiënten was een meisje van, ik denk, 14, 15 jaar. En die zat in afzondering, in quarantaine, dus achter glas. En die verpleegster vertelde mij dan dat ze die dag dat ik ging langskomen bij haar, dat ze zich 2 uur aan een stuk had opgemaakt, gewoon om mij te zien. En dat meisje had geen kracht. Dus ik kom die kamer binnen en ik zie zo aan die muur een poster hangen. Van gevoel voor tumor met mijn foto op. Dat meisje dat vertelde mij dan, ik hoop dat ik uw reeks nog kan zien. En dan zit je daarna in een auto en dan denk je, waar maakt u soms druk om? Mij kan het niet schelen wat er met Tristan gebeurt, of wat? 110 mensen krijgen elke dag de diagnose kanker te horen, dus... Dat kan niet. Ik hoop dat we ergens kunnen streven naar een wereld waar dat dit niet meer gebeurt, dat we geen mensen meer verliezen aan kanker. Als het zelfs een les maar een millimeter verschil kan maken voor iemand die ziek is of iemand die ziek geweest is, nou, dan zou ik de koning te rijk zijn, denk ik.